Dag allemaal, welkom. Als je live kijkt, het is 9 uur precies. Topnames is altijd op tijd, dat weet je, elke dinsdagavond weer. We praten over innovatie, we praten over digitalisering en impact op de samenleving. Mijn vriend Stekel en ik doen dat iedere dinsdagavond. En deze keer doen we dat met Ruben van den Heuvel. Ja, ik ken jou eigenlijk als Ruben Beat Freaks. Dus ja. Ik moest even zoeken van hoe heet hij eigenlijk van zijn achternaam. Je bent van Ticketscript. Ja. Mag ik even bij die bijnaam beginnen? Beat Freaks, kom je uit de danswereld? Ja. Ja, ik heb in 1997 een website opgericht, Beatfreaks. En sterk, daarvoor nog zijn we begonnen met muziek maken ook. In 1997? Ja, heb ik een aantal platen uitgebracht. Was je er best wel vroeg bij? Ja. Ja, toen ben ik al begonnen. Nou, ik ging op in 92 aan mijn eerste house party, zeg maar. In 97, 96 eerste platen uitgebracht, onder die naam ook. Dus het was house toen, er was geen alle stromen die je nu hebt. Stromingen, dus dat was toen house. En vanuit Beatfreaks is een website ontstaan, een danceplatform eigenlijk. Want je kon bij ons ook al dingen liken en platen toevoegen en met elkaar discussiëren, net als ik op Facebook kan eigenlijk. En daar is eigenlijk het idee van Ticketscript uit ontstaan uiteindelijk. En we hadden een community, die mensen gingen allemaal uit en die, we hebben eigenlijk een soort onderzoekje gehouden met waar geef je je geld eruit, wat doe je? En het bleek dat mensen heel erg baalden van die hoge servicekosten. Je had een Ticketbox, Ticketservice, al dat soort bedrijven, zeg maar. Die rekenen allemaal 4,50. Ja, ging je naar Lowlands, dan ging je met z'n acht en dan kon je eigenlijk één kaartje extra servicekosten kon je betalen. Ja. Ja. En wij dachten, dat kan makkelijker. En goedkoper dus. Ja. Ja. En je had eerst die site gebouwd, maar jij dacht, het kan makkelijker. Jij bent de CTO, dat is de technische man, zeg maar, van de organisatie. Dus je had ook ervaring op dat gebied. Ja. Ja, ik was programmeurontwikkelaar en de co-founder, nu CEO Frans, dat is een oude vriend van mij, die zit in de commerciële, komt uit de commerciële hoek van internet eigenlijk, dus dat is zijn expertise. En samen waren we heel goed in staat om het platform te bouwen. Ik had eigenlijk de expertise en de achtergrond in de dancewereld, de uitgaanswereld en de techniek. En hij was heel erg commercieel ontzettend goed. En op die manier konden we eigenlijk vrij eenvoudig, wel door keihard werken, maar konden we het bedrijf opzetten. En dat bleek een gouden fonds eigenlijk. Want ik kon mijn hele netwerk opbellen met allemaal organisatoren. En die zeiden, ja, we willen ook wel graag meedoen. Kaarten verkopen via internet, super handig. En dat ging ontzettend snel. Ja, en je zegt van, we vonden dat andere te duur. Maar als je een bedrijf begint, wil je geld verdienen. Dus hoe bedacht je toen wat voor jullie interessant genoeg was? En voor het publiek en voor de organisatoren aantrekkelijk? Goeie vraag. Ja, we hebben verschillende tarieven gehanteerd in het begin. We moesten echt een beetje zoeken naar wat is nu handig. Kijk, we hadden relatief weinig kosten. We hebben één stukje software ontwikkeld. Het was voor al onze klanten eigenlijk te gebruiken. Of je nou een dance evenement organiseerde, een festival, een club of een rondvaartboot. We konden het eigenlijk vrij makkelijk inzetten voor allerlei verschillende partijen. Dus in soort van onze software is eigenlijk kosteloos. Ja, we moesten het natuurlijk wel zelf ontwikkelen, maar we hebben er nooit wat voor gerekend. Dus we konden eigenlijk die kosten heel erg laag houden. En toch op die manier wel een gezond bedrijf opbouwen. Ja, want kun je iets vertellen? Hoe groot zijn jullie nu? In 2007 zijn we officieel begonnen. Dus 2006, de laatste paar maanden zijn we vanuit Beatfreaks hebben we dat stukje ontwikkeld. Mensen konden via Beatfreaks kaarten verkopen. In 2007 hebben we gezegd van, nou, dit lijkt zo succesvol te gaan worden. We moeten een apart bedrijf ervan maken. We zijn met z'n drieën begonnen in 2007. Echt vanaf mijn zolderkamer met Skype allebei overleggen hoe we dat moeten gaan bouwen. We hebben de eerste salesjongen aangenomen in datzelfde jaar, 2007. En nu zijn we ondertussen met bijna 75 mensen fulltime en dan 25 mensen parttime. Het zijn dan mensen die scannen bij de entree. Het is bijna 100 mensen eigenlijk. Ja, maar het zijn ook geen kinderachtige bedragen. Want ik las dit stuk, zo'n stuk in de krant. 100 miljoen omzet vorig jaar. Ja. Amsterdam, Londen, Antwerpen, Berlijn, Barcelona. Ja. 25.000 events waar jullie kaarten voor verkocht hebben. Ja. Dat is een enorm bedrijf geworden. Ja, het is ontzettend hard gegaan. Ja, we bleken niet alleen in Nederland eigenlijk een gouden greep te hebben gedaan of een gouden fonds te hebben bedacht. Maar ook in andere landen die er toch wat achteraan hobbelen. Want je ziet dat Nederland ligt al ergens echt voor op technisch gebied. Ja, op heel veel vlakken. Waarbij we dus ook in Duitsland begonnen zijn en in België. En later ook in Engeland en in Spanje. En daar pakte het idee ook heel snel op. Sterker nog, vooral in Duitsland hadden ze iets van kaarten via internet. In het begin was dat nog veel te vooruitstreven, maar we zien dat nu, nu zijn mensen er ook aan gewend. En vooral de huidige generatie pakt dat heel goed op eigenlijk. Ja, en ook nog eens dit jaar, of 2013 dan, bijna 50% groei ten opzichte van het jaar ervoor. Ja. En die trend die is constant? Ja, jullie verwachten dit jaar weer te doen, zeker. Ja. Ja. En als in Nederland, die kent iedereen, de grote jongens, dus Ticketmaster is by far de grootste, geloof ik. Hè? Wereldwijd wel. Wereldwijd. Ja. Hoe verhoudt jullie bedrijf zich tot wat zij doen? Waarin onderscheiden jullie je?
Nou ja, wij bieden eigenlijk de organisatoren een tool om zelf een kaartverkoop te doen. Okay. Dus in het verleden, en dat zal ongetwijfeld nog zo werken bij Ticketmaster, je geeft dan eigenlijk een soort van contingent om kaarten te kunnen verkopen. Je zegt, ik ben Melkweg, ik wil graag zoveel kaarten verkopen. En willen jullie dit voor ons doen? Ja. Waarbij wij zeggen, wij hebben een tool ontwikkeld waarmee organisatoren dat zelf kunnen doen. Ze loggen in en ze kunnen zelf alles regelen. Ze kunnen zeggen, ik wil zoveel kaarten verkopen, ik wil dat via mijn website doen, via Facebook, via mobiele website, via apps. Dat kunnen we allemaal voor ze regelen. En ze krijgen ook nog eens een keer zelf de informatie. Dus in tegenstelling tot Ticket Service, die informatie zelf gebruiken. Dus de e-mailadressen, de kopers, et cetera, die informatie ook allemaal is van jou. Want ja. De data. Want dat is heel belangrijk in die wereld. Hè? Want ik koop ook als. Mijn kaartje is ook altijd online en meestal via Ticketmaster. Voor de Melkweg, Paradiso en dat soort dingen. Maar dat betekent dat ik wel direct mail krijg en allerlei aanbiedingen via Ticketmaster, maar niet direct van Paradiso. Precies. Via die route. En dat is wat jullie fundamenteel anders doen. Ja. En waarom doen Paradiso en Melkweg niet met jullie zaken dan? En die hebben zo'n eigen afspraken met de ticketpartijen. Maar jij zegt eigenlijk, tenminste, wij zeggen... Wat is dan het voordeel? Ik zoek naar waarom je met jullie in zee zou gaan en dat doen ze dan blijkbaar niet. Wat is voor hun het voordeel om een Ticketmaster te werken? Nou, in dat geval, ik kan het dus niet precies zeggen. Er zijn daar ook andere commerciële afspraken tussen beide partijen die dat mogelijk maken. Tenminste, die ervoor zorgen dat ze samenwerken. Dus wij komen daar gewoon niet tussen als partij. Kijk, er zijn grote artiesten die daar optreden en die ook hun eigen ticketing doen. En dat zijn dingen waar wij niet tussen komen op dat betreft. Wij richten ons ook meer op de, zoals wij het noemen, de long tail. Dus de evenementen die ook zelfstandig zijn en de wat kleinere partijen. Dus ook als je een evenement zegt, ik heb iemand die wil een presentatie komen geven, ik heb 100 kaartjes te vergeven, daar zijn jullie een goede partij voor. Ja, perfect. Ja. Maar je ken ik wel, als ik een stuk lees ook. Je komt uit de danswereld, dus je eerste ingangen waren daar heel goed. En daarvoor wordt ook nu nog steeds gezegd, ik weet niet of dat nog zo is, maar Dance Valley Awakenings, dat soort partijen. Maar dat zijn wel heel grote evenementen. Dat zijn grote, zelfstandige, onafhankelijke evenementen eigenlijk. Ja. Ja. En dus jij zegt van die kunnen alles zelf afhandelen. Maar ik krijg dus, als ik dat zou doen, krijg ik de e-mail, ik krijg de namen, ik krijg de e-mailadressen. Dus ik kan die mensen de volgende keer weer gewoon een mailtje sturen van wij organiseren weer een event. Ja, we doen eigenlijk veel meer dan dat. Kijk, waar je bijvoorbeeld vroeger kaarten kocht in de winkel en je helemaal geen informatie had van de kaartkoper, doen wij niet alleen. Dus we vragen informatie van de kaartkoper, vrij beperkt, maar wel de basisinformatie. Die is van onze klant, dus de evenementorganisator. Maar wij geven ook nog eens inzicht in het voortraject eigenlijk. We zijn nu net bezig met... gezellig. Wat ben je aan het doen? ik hoor allemaal muziek. Oké, zit je... Niet andere YouTube-films kijken tijdens de uitzending. Nee, omdat we eigenlijk online verkopen, kunnen we heel veel inzicht geven in de kaartkopers. Waar komen die mensen vandaan? Bijvoorbeeld via welke andere websites komen ze? Uit welk land komen ze? Met welk device kopen ze kaarten? Komen ze via Facebook? Wat zijn hun interessegebieden op Facebook? Dus we kunnen heel veel informatie verstrekken aan onze klanten, zodat die nog veel gerichter kunnen kijken waar komen mijn klanten vandaan? Wat zijn er voor mensen? We denken eigenlijk dat organisatoren of evenementen hebben vaak een community. Als je kijkt naar een Awakenings bijvoorbeeld, die hebben nu 170.000 likes bijvoorbeeld op Facebook. Als zij een berichtje plaatsen op Facebook, de kaartverkoop start, dan is dat zo'n evenement bijna uitverkocht bij wijze van spreken. Dat gaat zo ontzettend hard. Dus dat proberen we heel erg te stimuleren. Dit is die informatie verzamelen voor organisatoren en dat ook weer aanbieden aan ze eigenlijk. Om daar je community... Help jij die... Ik kan me voorstellen, jullie zijn gewend om met data om te gaan. En misschien hebben jullie ook al mensen in huis die dat weer kunnen interpreteren. Niet iedere organisatie heeft daar deskundigheid in. Helpen jullie ze daar ook? Want zeggen jullie ook van, moet je eens kijken wat er nu gebeurt? Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, we hebben een aantal standaard tools die wij eigenlijk net ontwikkeld hebben. Die geven inzicht voor onze basisgebruikers. De mensen die niet zoveel ervaring had hebben, zoals je zegt. In waar komen kopers vandaan? Welke device gebruiken ze? Vanaf welke website komen ze bijvoorbeeld. Dat zijn standaard tools. Die bieden wij gewoon in ons dashboard aan onze klant. Dat is allemaal standaard wat ze kunnen gebruiken. Als je een wat meer geavanceerde gebruiker bent, dat zie je steeds meer. Kun je analytics account kun je koppelen. Je kan zeggen, wij koppelen ons analytics account aan jullie dashboard. Analytics bijvoorbeeld van Google. Ja. En wat we dan doen is we zorgen dat er in de analytics account van de klant komt er meer informatie. Dus komt de conversieinformatie, wordt toegevoegd aan de analytics omgeving van hun. En eigenlijk kunnen ze dan alles wat je met analytics kan je dan ook doen. En je ziet ook nog eens een keer informatie over je kaartkopers. Het is super interessant eigenlijk voor...
voor evenementen. Ja, en heb jij voorbeelden van mensen die daar ook inderdaad echt van geprofiteerd hebben? Dat ze makkelijker hun kaarten konden verkopen, sneller hun kaarten konden verkopen? Ja, we zijn ook net begonnen hiermee. Er zijn nog een aantal pilots aan het draaien. Maar wat vooral interessant is voor organisatoren, wij merken dat een aantal grote, wat slimmere klanten toch wel steeds meer bijvoorbeeld AdWord-campagnes gaan draaien of bepaalde remarketing dingen gaan doen via YouTube. En dat soort partijen krijgen nu veel meer inzicht in de effectiviteit van hun campagnes. Dus ze kunnen zien, nou, we besteden zoveel geld aan YouTube, aan AdWords. Ja, levert dat ook wel geld op eigenlijk aan? Of levert dat ook wel kaartkopers op? Ja. En dat maken we nu zichtelijk. Dus ze kunnen veel efficiënter reclame maken of hun kaarten verkopen. Waar je vroeger flyers moest ophangen en posters moest drukken eigenlijk, zie je dat een, inderdaad wederom een Awakenings dat niet meer doet. Die heeft geen offline media meer, die doet alles online eigenlijk. Serieus, ja? Hey, we hebben ook altijd veel techneuten die onze uitzendingen kijken. De grootste uitdaging van wat jullie doen lijkt mij dat je ook voor die grote events werkt die jij net noemde. Dat die kaartverkoop gaat los om 10 uur op zaterdagochtend. Ja. En dan gaan er weet ik hoeveel 100.000 mensen tegelijk allemaal naar jullie site. Ja. Hoe hebben jullie dat opgelost? Nou, we krijgen inderdaad, als we grappig dat je het zegt, we krijgen wel eens partijen of concurrenten die duiken her en her op en die gaan zelf ook een kaartsysteem bouwen. Het is geen rocket science, zeg maar. Het maken van een systeem om kaarten te kunnen verkopen, een pdfje genereren en dat soort dingen is allemaal niet zo eenvoudig. Maar het is vooral dat stuk wat ontzettend lastig is. Is dat ook waar jullie goed in zijn? Of waar jullie unique selling points zitten? Nou, wat maakt dat je niet heel eenvoudig te kopiëren bent? Dat denk ik wel. Het is niet per se een unique selling point, maar het is wel iets wat we heel goed geregeld hebben. Ja, en hoe heb je dat dan geregeld? Kun je daar iets over vertellen? Of wordt dat heel technisch? Het wordt misschien wel heel technisch, maar ik kan het wel een beetje uitleggen. We hebben het er zover geregeld. In ieder geval, we monitoren altijd alles. Dus het platform wordt continu gemonitord. En we hebben na het was evenementen een Armin van Buren die op zaterdagochtend om 9 uur in verkoop gaat. Dus 2 keer de Ziggo Dome. Dat zijn 30.000 kaarten die in een kwartier gewoon verkocht zijn. En de truc is natuurlijk dat je niet te weinig mag verkopen, ook niet te veel. We doen ook theaters. Je kan niet 3 kaarten te veel verkopen. Want er zijn maar 100 stoelen bijvoorbeeld. En je moet dat precies goed regelen. Dus we hebben daar heel veel servers die automatisch kunnen opschalen en downscalen. Doe je dat bij Amazon of heb je dat allemaal zelf? Gedeeltelijk doen we dat bij Amazon, ja. Kunnen dat regelen. We hebben ook een soort wachtrijmechanisme. Als het te druk wordt, dan schiet er een bekende wachtrij van Ticket Service. Want die heeft vaak dat soort evenementen. Ik heb hem gezien afgelopen zaterdag, toen Lotus begon, denk ik. Precies. Waar iedereen van baalt altijd. Maar het is nou eenmaal wel een mechanisme om je platform overeind te houden. Op het moment dat je dat niet doet, dan... En dat werkt eigenlijk zo dat gebruiker, afhankelijk van waar je het op instelt, 1001... Die mag er niet meer op, maar die krijgt een berichtje van u staat in de wachtrij. En pas als er weer iemand uitgaat, dan kan je erbij. Precies. Toch? Ja. En dat is een veelgebruikt systeem. En sommige mensen balen er erg van. Je ziet wel eens op Facebook van, zit ik weer in een stomme wachtrij. Maar ja, dat had je natuurlijk vroeger ook. Stond je in de regen buiten te wachten op je kaart. Ja, nu zit je achter je computer. Nou, wat ik wel heel irritant vond. Even, heb je niks met jullie te maken. Maar wel met je Lowlands voorverkoop. Ik moet het even zeggen. Ja, heel goed. Als je zegt de verkoop begint om 11 uur. Dan vind ik, dan moet je of je zegt de wachtrij begint om 10 uur, of om 9 uur, of wat dan ook. En de verkoop begint om 11 uur. Maar je moet niet zeggen het begint om 11 uur. Ja. En dan blijkt je om 10 uur al in een wachtrij te kunnen gaan staan. Ja, dat vind ik eigenlijk niet goed communiceren van de boodschap. Maar goed, daar heb je niks mee te maken. Nee, zeker niet. Maar eens, dat zouden wij niet doen. Tenminste, als bij ons de voorkoop om 10 uur begint om 10 uur. Dan kan je in de wachtrij komen, maar... Ja, dat is een beetje... Hey, maakt dat hele fenomeen hè, van wachtrij en dat soort dingen... dat bij jullie de verschuivingen van gewoon computer, browser naar mobiel langzamer gaat? Of gaat het bij jullie net zo hard? Nee, het gaat even hard. Je bedoelt echt het verplaatsen van het verkeer. Dat mensen vanaf mobiel willen kopen. Staan ze dan ook in diezelfde wachtrij? Dat kan, ja. Ja, het is over het algemeen dezelfde ticketshop, dus je kan in dezelfde wachtrij komen. Okay, je kunt bij jullie gewoon vanaf je mobiel kaartjes kopen, toch? Zie je daar grote verschuivingen ontstaan? Ja, zeker vorig jaar is het opeens heel hard gegaan. Ja, cijfers? Ik weet wel... Kijk, je hebt 2 dingen. Je kan bij ons kaarten kopen op mobiel, maar je kan ze ook laten afleveren op je mobiel. Ja. En beide heeft een stijgende lijn, maar ik weet wel dat vooral het afleveren op mobiel, dat hebben we vorig jaar heel erg gemerkt bij evenementen zelf. Dat mensen dat met hun telefoon komen. Met een code of je streepjes of QR-code in je schermen. En dat was vorig jaar echt, we hebben evenementen gehad waar tot 70-80% hier, vooral in Amsterdam en bij de doelgroep die tussen 18 en 25 zit, zie je dat het echt heel snel stijgt eigenlijk dit. Ja, dus daar moet je ook als bedrijf heel snel op blijven schakelen en je dienstverlening aanpassen. Klopt, je moet kijken welke scanners zijn daar beter voor. Je moet je hele entree daar ook op aanpassen. En dan heb je nog eens een keer te maken met als je iets print op papier,
dan is het vaak direct goed. Maar telefoons zijn allemaal anders. Je hebt iPhones, je hebt weet ik veel verschillende, ja. Samsungs en Androids. Dus, en jij zei net dat je in het begin zei, van we hebben zoveel personeelsleden, een aantal mensen, 25 of zoiets zei je volgens mij, daarvan, dat zijn mensen die helpen bij het inscannen. Ja, nou, dat zijn coördinatoren. Dus dat zijn mensen die werken voor onze part-time basis. Die gaan in de weekenden gaan ze naar evenementen toe. En die hebben dan nog eens een keer... Ja, dat is een heel leuk baantje. Ja. Ik wou dat ik het had gehad toen ik student was. Ja. Ik moest gewoon komkommers plukken en dat soort dingen. Maar nu kan je naar evenementen gaan om daar... En het zijn dan coördinatoren, dus die begeleiden weer een groep andere mensen die echt bij de evenementen staan te scannen. Ja, dat is een dienst aan de evenementen. Want jullie merkten, dat is ook specialisme, want je voor één keer per jaar moet je dat gewoon... Nou, dat was een ondergeschoven kindje. Zo grappig. Wij hebben dat ook toch wel, durf ik wel te zeggen, wel geprofessionaliseerd. Vroeger was het toch allemaal wat makkelijker en ze namen soms kaarten in. Wij hebben echt ervoor wel voor gezorgd dat je ook als organisator exact kan zien hoeveel mensen zijn er binnen. En ook nog eens een keer, wat zijn dat voor mensen? Omdat we natuurlijk al die gegevens hebben, kunnen we allemaal combineren. Dus je kan zien, komen de mensen uit Amsterdam eerder binnen of komen misschien mannen eerder binnen dan vrouwen. Ja, dus het is wel interessant, ja. En wat voor en zijn daar ook nog weer algemene lijnen uit? Of wisselt dat heel erg per evenement? Ja, hij wisselt heel erg per evenement. Ja. Ja. Hey, wat ik ook wel interessant vond, jullie hebben een soort rapportje uitgebracht, hè, vorig jaar. Jullie hebben een onderzoek gedaan onder jullie klanten. In Engeland, meen ik, hè? In totaal meer dan 1000 mensen naar hun voorkeuren gevraagd. Dus een behoorlijke representatieve steekproef volgens mij. Het verbaasde mij op zichzelf niet zo erg dat 83% van de mensen... van jullie klanten er de voorkeur aan geeft om online hun kaartjes te kopen. Want die kopen hun kaartjes immers online. Ja. Dus ja, waarom zou je het anders doen? Wat ik wel opvallend vond, is dat eigenlijk van die generatie... die je speciaal onderzocht hebt, 18 tot 34... natuurlijk ook een belangrijke doelgroep voor concerten... dat 41% van de mensen het liefst... Oh nee, de vraag is, als je welk social media platform zou je gebruiken? Dus 41% zegt... Als ik een social media platform gebruik, liefst Facebook. Maar een heel groot percentage van de mensen zou hun kaartjes via social media willen kopen. 62%. Dat verbaasde mij echt. Je denkt van ja, wat is daar... Eigenlijk willen mensen dus, op het moment dat ze een recommendation via Facebook of Twitter krijgen... van hey, dit is een leuk concert, gelijk klik, klak, kopen, klaar. Ze zitten nou op dat moment. Dus je bent al op Facebook en je bent eigenlijk al aan het kijken naar de evenementen, leuke foto's. En opeens zie je voorbij komen dat jouw vrienden ook naar dat evenement gaan... En is de stap heel makkelijk gemaakt om ook even één keer te klikken op Facebook te blijven en gelijk je kaartje te kopen. Jullie nemen de drempel weg. Ja. En jullie hebben op Facebook tooling om dat heel eenvoudig in te Ook een soort one-click heet het ook bij jullie. Maar dat is het echt letterlijk. We hebben dat 2 geleden ontwikkeld. Het was echt ook wederom wel weer een gouden greep, mag ik het zelf zeggen. Ja. Je kan inderdaad je Facebook koppelen aan ons dashboard en je zegt ik wil hier een ticketshop plaatsen. En die wordt echt met één druk op de knop geplaatst. Dus ook voor de wat niet technischere mensen is dat heel makkelijk. Hey, als je nu kijkt, hè, want je komt vanuit de muziek, dus logisch dat je daar begonnen bent. Maar ja, tickets verkoop je overal. Iemand zei het ook, Bert de Boer zei het is ook mooi voor ticketing van sportevenementen, toch? Je bent in de muziek begonnen. Waar zitten jullie groeimarkten? Waar zijn de plekken waar jullie nog veel belangrijker kunnen worden? Goeie vraag. We zijn vooral groot geworden in de dance inderdaad, want daar komen we vandaan en daar hebben we ook veel aandacht aan besteed. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende markten waar je ons product ontzettend goed voor gebruikt. Sportevenementen zijn het hele goede, maar ook beurzen doen we veel. Dus de verzamelaarsbeurzen of kerstmarkten, dat zijn ook allemaal soort van dat soort evenementen. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Nee, je zei van, we zijn goed. Toen we begonnen was de reden dat het eigenlijk zo duur was overal. Dus jullie zijn goedkoper. Ja. Kun je daar nog even een indruk van geven? Als ik mijn postzegelbeurs met zeg maar 200 potentiële klanten die ik een tientje wil laten betalen uitnodig, wat ben ik dan kwijt? Ja, we rekenen standaard nooit meer dan €1,50 per kaartje. Er zijn ongetwijfeld ook andere deals. Als je wat groter bent, dan heb je vast wat meer in de melk te brokkelen. Maar hoger dan dat gaan we nooit. En dan krijg je heel veel opties krijg je daar ook voor. Ook dat soort inzicht in je kaartkopers en al die data krijg je ook allemaal. Maar... Ja, nou ja, dat klinkt als een mooi ding. Hey, jullie hebben, je zei het zelf al, maar je hebt de verkoopkantoor in Londen, Antwerpen, Berlijn, Barcelona. Is voor jullie dus wel de, aan de ene kant ben je een online dienst, maar is zeg maar fysieke marketing, promotie, bellen, langsgaan, et cetera, is wel een belangrijk ding voor jullie? Nou, dat is wel grappig. Kijk, in Nederland hadden we natuurlijk vrij snel voet aan de grond, omdat we een aantal grote evenementen al hadden. Uit ons netwerk kwamen die evenementen en... We hebben toch wel gemerkt dat ondanks dat we ons richten op vele longtail... heb je ook wel een aantal grote spelers nodig in een land om een beetje bekendheid te krijgen. Uiteindelijk beheren we iemand zijn geld. En wij ontvangen dat geld van de kaarten ook. Dus je moet wel betrouwbaar zijn en ook mensen moeten je betrouwbaar vinden.
En daarvoor heb je wel wat grotere klanten. En daarvoor hebben we ook een salesafdeling die zich richt op wat grotere klanten, grote evenementen. En dat is in elk land belangrijk. En ja. In Nederland hebben we dat wat minder, want dan zijn we al vrij bekend. En in Duitsland ondertussen ook. Maar in Engeland moeten we dat bijvoorbeeld nog iets harder aan tacken. Ja. Wat is jullie ambitie voor de komende jaren? Want, wij willen groter worden dan Ticketmaster. Serieus? Ja. Dat is een flinke uitdaging. Ja. En in die markt zit natuurlijk ontzettend veel beweging. SFX Entertainment, die ook ID&T hebben overgenomen, die hebben Ticketmaster, valt onder hun ook. Ja. Is dat ook jullie exitstrategie om uiteindelijk door zo'n grote partij gekocht te worden? Dat zou kunnen, ja. Ja, ja, dat sluit er niet uit. Ja. Maar... En ga je dan weer lekker gewoon muziek doen? Ik mis het wel een beetje. Ja, maar we zeggen, je bent begonnen vanuit de inhoud. Ja, klopt. En nu is het ik heb er geen tijd meer voor. Ja. Nee. Ik ga er wel graag uit, dat wel. Maar ik zou wel graag weer muziek willen maken ook. Maar ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Hey, maar het intrigeert me wel. Je zegt, ik wil groter worden dan Ticketmaster. En net eigenlijk ontweek je mijn vraag een beetje van hoe je de Paradiso's en de Ziggo Domes van deze wereld als klant krijgt. Je zegt, ja, daar komen wij gewoon niet tussen. Als je groot wil worden, zul je ertussen moeten komen. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou ja, ten eerste is het niet helemaal mijn vakgebied. Ik ben uiteindelijk een techneut. En ook binnen bedrijven is vooral techniek is echt mijn ding. Ja. Dus ik kan je niet exact dit soort details, omdat ik ze ook gewoon niet weet, kan ik ze niet geven. Het is gewoon niet mijn vakgebied. Maar wat ik wel weet is dat de markt onder dit soort grote evenementen is nog veel groter dan die grote evenementen bij elkaar opgeteld. Al die workshops en al die kleine huistuin- en keuken evenementen, maar ook de festivals en de clubs, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Dus uiteindelijk gaat het hier ook om schaal. Ja. Is die hele grote markt onder die paar super... Die is veel groter. Het is echt een 80-20 regel die ook daar weer op gaat eigenlijk. Ja, en je zegt van, ik heb die grote... Natuurlijk, die grote namen zijn belangrijk, want dat helpt je. Voor zichtbaarheid, et cetera. En hoe bereik je die kleine naam? Hoe bereik je die kleine evenementen? Ja, dat is voornamelijk... Dus via online marketing doen we dat. En dus als mensen zoeken op, ik wil ticketing software of dat soort dingen, dan zullen ze heel snel bij ons uitkomen. Ja. En toch ook wel veel mond-op-mond reclame, dat zien we ook wel veel. Op het moment dat je bij ons een ticketje op, dat je die ziet, zie je ook dat het van ons is. Daar komt ook wel veel bezoek vandaan. Dus dat doen we eigenlijk allemaal online. Ja. Hey, hoe kan wat jullie doen nog beter, met name vanuit mij als mijn perspectief als klant? Hoe kunnen jullie mij nog meer helpen in dit hele proces? Want aan de ene kant, je verkoopt kaartjes. Nou, dat is mooi. Dat doe je zo snel mogelijk. En met zo min mogelijk kliks, dan ben je dan straks klaar. Precies. Maar welke ontwikkelingen zitten daar nog in? Nou, ik denk dat we proberen alles goed in de gaten te houden. We hebben pas die stap dus naar mobiel erg gemaakt. We merken dat daar nog wel wat winst te behalen is. Het makkelijker maken van mobiel. Ik denk dat ook nog wel een stukje te winnen is bij de entree. We proberen altijd te zorgen dat er geen rijen zijn. En soms is dat toch lastig. Ik denk dat daar nog wel veel zal ontwikkelen in de aankomende jaren. En misschien met NFC of andere technieken die we gaan gebruiken. Maar... Ik denk dat daar veel winst zit. Ik moet zeggen, het hele proces van kaart kopen, dat is toch wel vrij gestroomlijnd ondertussen. Dat is wel uitontwikkeld, zeg maar. Nou, niet uitontwikkeld, maar het is wel... Ja, dat is zeg maar net als hoe zeg je dat? Schaatsen, daar valt nog zeg maar, een paar honderdste valt daarvan af te halen. Ja. Van dat soort records, maar de grote winst zit misschien in de entree. Ja. Hey, kunnen we een vraag van Schietzo is geen kaas? Beetje raar. Ik ben heel blij dat het gevraagd gaat worden. Ja, hij komt al regelmatig hier terug. Maar... kunnen we in de nabije toekomst ook tickets kopen met bitcoins? Goeie vraag. Ik heb dat idee geopperd een tijdje geleden, een paar weken geleden. Hebben ze besproken met onze payment service provider. En die is eigenlijk, die munt fluctueert nu nog zo erg. In waarde, dat het niet het juiste moment is om dat nu te doen. Ja, terwijl ik me juist afvroeg wat er met Bitcoin aan de hand is. Want het is al 3 weken stabiel op 600 euro. Boring. Ja. Utterly dit boring. Dit was ook voor die 3 weken, klopt inderdaad. Ja. Ik vertrouw het niet, hè. Dat is gewoon raar. Dus er is daar wat aan de hand. Ja. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja. Wat Erwin met zijn... Hij heeft ook een bitcoin. Ik heb 1 bitcoin, hè. Dat is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Maar 1 bitcoin, wat zei je? Hoeveel is het? 600 euro. Maar die wordt een ton, heb ik gehoord. Daar ben ik van uitgegaan toen ik begon. Ja, daar gaan we wel. Nee, wij gaan ze in Austin, Texas... Hij heeft veel meer. We gaan ze allemaal kapot. Hij heeft namelijk op 20 euro gekocht en niet op 500. Echt, ja? Maar wat maakt je verhaal ervan? Nee, dat is het. Volgens nu... Het fluctueert heel erg. Ja, het fluctueert. Nou ja, als een bitcoin welke payment service provider gebruik je? Adyen. Adyen? Ja. Nou, die zijn niet bepaald conservatief. Nee, helemaal niet. Integendeel, ik ken ze goed. Ja. Dus als zij het niet doen, dan zijn er zeker geen anderen die het inmiddels wel doen. Nee. Maar jij hebt het geopperd. Nou ja, ik denk mij ook wel gewoon leuk. Ik ben techneut, dus ik vind het ook leuk om dat soort dingen zeg maar, te initiëren en kijken wat we mee kunnen doen. Maar uiteindelijk moet het wel waarde hebben ook.
Buiten dat het misschien een leuke marketingstunt zou zijn. Ja, één bitcoin voor 600. Ja. Ja, wat voor kaart kan je daarvoor kopen? Ja, maar je betaalt met 0,001 ja. bitcoin inmiddels. Hè? Dat, ja. De partij die je kunt thuis afgehaald gewoon iets bestellen. Ja. 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 Ja, het is niet ondenkbaar, maar het is nu niet een van onze dingen waar die we nu zouden kunnen doen. Dus wat is jouw prioriteit het komend jaar? Goeie vraag. Wij willen eigenlijk vooral meer dingen gaan ontwikkelen om het nog makkelijker te maken voor de kaartverkopers. Dus de klant eigenlijk, de evenementorganisatoren. Dus meer tools om ze inzicht te geven in hun kaartkopers. Wat we ook net gedaan hebben, dat is toch, ook wel grappig om te noemen, is een kassasysteem ontwikkeld. En waarbij we dus in het begin, of 6 jaar geleden, hebben we het stukje ticketing online gebracht. En nu hebben we eigenlijk ook de kassa soort van online gebracht. Je hebt hele oude... Ja, hardware grote oplossingen die je dus bij festivals zag of bij clubs. We hebben nu eigenlijk een app ontwikkeld die je gewoon op je iPad of op je Android device kan draaien. Een draadloos printertje en een shutter van Adyen, dus om kaartbetaling te accepteren. Ja. Ja. En daarmee kun je gewoon kaart aan de deur verkopen. Dus ook dat laatste stukje, bijvoorbeeld bij festivals, als het wat minder goed weer is, dan wachten mensen tot de laatste dag en dan gaan ze eigenlijk naar de deur om daar een kaart te kopen. Wij dachten van ja, dat stukje missen wij nu eigenlijk. Dus wat kunnen we ontwikkelen om dat ook mee te pakken? Plus, het is gewoon een hele goede service naar onze klanten, want die kunnen ook daar weer informatie verzamelen. Hey, ik ben een technologieman. We hebben hier bijvoorbeeld een aantal keren weer de vogels gehad. In het begin dacht je van, oké, dit bedrijf dat verkoopt boeken, zeg maar. Maar zij zeiden, nee, we zijn een technologiebedrijf. Ja. Jullie doen nu ticketing voor events, dus eigenlijk voor eenmalige... doorgaans eenmalige gebeurtenissen, zou je kunnen zeggen. Maar jullie techniek kan veel meer. Wat zou je nog meer kunnen met je technologie? Ja, je kan er wel meer mee doen. Je hebt ook klanten die verkopen t-shirts mee bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Maar we willen eigenlijk juist heel erg focussen op wat we goed kunnen, en dat is tickets verkopen. Dus je zou er alles mee kunnen verkopen. Boeken zou je ook ermee kunnen verkopen. Nou. Ja. Maar wij proberen dat juist heel erg te kanaliseren naar ticketverkoop en daar ook allerlei tools omheen te bouwen. Want ja, het is een beetje het schoenmaken blijft bij je lezen, in principe. Maar het is wel interessant wat je zegt, want je ziet dus, doordat je andere groepen gebruikers naar je toe krijgt, dat er eigenlijk ook gewoon behoefte is aan een partij die ze alleen maar, weet je, de integratie met een payment service provider en dat soort dingen uit de handen neemt. Of je nou boeken of t-shirts of concertkaartjes verkoopt. Dat is blijkbaar iets waarin de markt behoefte aan is. Ja. Zie je dat een groot aantal van die 25.000... Events. Op die manier eigenlijk jullie diensten op een andere manier aan. Nee, toch niet. Wij profileren ons echt als ticketingpartij. En ik denk dat je een andere goede tools hebt tussen OS Commerce en ongetwijfeld nog heel veel andere dingen die je nu kunt gebruiken om producten echt te verkopen. Anders dan ticketing. Maar dat zie je bij ons niet echt. Je hebt wel eens een sporadisch een klant die dus zegt, ik wil graag ook munten verkopen of t-shirts verkopen. Ja. En dat kan ook, maar dat gebeurt niet vaak. Ja, jij moet wel opnemen. Dus hier één regel. Hij zegt altijd tegen al die klanten van, je mag je telefoon aanlaten, of onze gasten, je mag je telefoon aanlaten staan, maar dan moet je opnemen. Dat ding zit maar te piepen. Ja, weet je wie dat is? Ja, Stef. Ja. Dat zeggen we ook een antwoord. Van Stef. Ja, hij doet het niet, ja, nee. Hij zegt, je moet al 's middags even testen. Maar ja, is dat nou echt waar? Is het zeker dat als je 's middags testen, s'avonds doen. Maar Stef, ik beloof je, dat gaan we doen. Dankjewel voor de moed. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik vind het super interessant. Ik wou nog even één ding doorgeven. Dat de huidige koers in dollars van de bitcoin is $847.22. Ja, ik had het over euro's. Ja, hey, ontzettend bedankt. Ja, je bedankt. Wij danken sowieso Stef van der Ziel voor zijn steun altijd en ook vandaag. En wij gaan volgende keer gewoon iets eerder testen. De fout ligt ongetwijfeld ergens bij ons. We zijn er goed uitgekomen, Stef, dus no worries, man. Komt goed. €604.74. Dat is heel veel als je bij 20 begonnen bent, als je bij 500 begonnen bent. Nou, is dat ook best wel oké, maar gelukkig gaan we jouw bitcoins opdrinken in Austin, Texas. Dus dat is een grote winst. Heel ontzettend bedankt. Kijk je nu live, dan weet je dat we zo direct doorgaan. Praten we over Human. Vorig jaar mei hier van de partij. En nu kijken hoe het sinds die tijd is gegaan. En kijk je on-demand. Dan weet je dat we nog een compleet archief voor je hebben. Van mooie interviews, mooie gesprekken. Dankjewel. Dag. Hartstikke leuk. Dankjewel, hier. Ik vind jou maar even laten stoppen. Ik kan niet gewoon niet meer.